de mira coña, de coña que rembaje. A yo sí, él me dice caramba, él me recumbe. De First Lady van de Republiek Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring, richt zich voornamelijk op sociaal zwakkeren, onderwijs, vrouwen en kinderen, de mens met een beperking en seniorenburgers. Met de middelen die de presidentsvrouw van donateurs krijgt, probeert ze op haar beurt op de noden van bovengenoemde groepen in te spelen. Op maandag 10 september was het weer zover in de congreshal. Een groep pupillen uit diverse instellingen, dorpen en buurtorganisaties werd gelukkig gemaakt met een goed gevulde schooltas voor het komend schooljaar. We zijn hier voor de tweede keer in het congreshal om weer schooltassen uit te delen. Je weet, we hebben op ons genomen dat we alle tehuizen in Suriname gaan voorzien van schooltassen en natuurlijk ook andere organisaties en natuurlijk andere gezinnen. We gaan dit jaar verstrekken 6000 schooltassen. 4000 van deze tassen is ons gedoneerd door meneer van Red Apple. Mijn bureau heeft zelf 2000 tassen aangeschaft en de inhoud van alle tassen. Meneer Shaw heeft mij ook beloofd om me volgend jaar nog meer tassen te doneren. Ik wil natuurlijk ook andere donateurs bedanken, want zonder hier zou ik de rest van de tassen ook niet kunnen aanschaffen en de inhoud van die tassen. Ook een applaus voor die mensen. We hebben reeds 3000 tassen verstrekt voor de vakantie. Onze bedoeling is natuurlijk, we hopen dat we het redden volgend jaar, om toch wel de tassen te verstrekken voor de scholen sluiten, zodat de ouders weten waar ze aan toe zijn, wat ze moeten aanschaffen voor het volgend schooljaar. Oké, we hebben reeds tassen gebracht naar Komowijnen, Marowijnen, Brokopondo, Para, Wanica, Nikeri, Paramaribo. We proberen echt overal in Suriname te komen. We hebben Suriname. We hebben ook gestuurd naar Sipaliwini. Want soms de reis daar naartoe is heel erg lang. En soms heb je de tijd daar niet voor. Dus we hebben wel gezorgd dat we via de commissariaten, dat de tassen wel terechtkomen. Ik weet, kindertjes, jullie hebben zeker al 2 weken vakantie. En ik wil onze kindertjes vragen, als ze naar de recreatieorde gaan met zwemgelegenheid, wees jullie alsjeblieft voorzichtig. Luister naar je ouders, ga niet zomaar bij het water. Want als de school begint, willen we alle kindertjes weer in de schoolbanken zien. En de ouders hebben natuurlijk ook een verantwoording. Ik wil ook een beroep doen op de ouders. Dat als ze ergens gaan met hun kinderen en ze gedronken hebben, dat wil zeggen, ze zijn in een beschonken toestand. Laat ze alsjeblieft niet achter het stuur gaan zitten.
We hebben nog steeds te veel verkeersongelukken met dodelijke afloop. En dat kan niet. En dat komt allemaal alleen door ons rijgedrag. Dus aan de ouders wil ik vragen, neem je verantwoording. Denk erover na. Want vaak zit je niet alleen in de wagen. En vaak wanneer we iemand aanrijden, dan vaak juist de andere partij is de ongelukkige. Dus ik wil vragen, alsjeblieft, wees verantwoordelijk. Ik wil ook aan de ouders vragen om niet de moed niet op te geven. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar blijf tot je kinderen praten. Blijf je kinderen motiveren. Ze zien als je in jou een voorbeeldfiguur. Ze willen jouw woorden horen. Vaak wij proberen ook te praten, maar niets is beter als wanneer de ouders zelf tot hun kinderen praten. Dus ouders, ik wil aan jullie vragen, blijf je kinderen motiveren. Wees een voorbeeld voor ze. Kindertjes, straks begint het nieuwe schooljaar. Ik weet niet of alle kindertjes hier over zijn. Maar aan de kinderen die over zijn, wil ik succes toewensen voor het volgende schooljaar. En ze ook bedanken en feliciteren dat ze naar het volgende schooljaar zijn gegaan. De kinderen die het niet hebben gehaald. Ik wil ze zeggen van geef de moed niet op. Maar laten we ook niet meer blijven zitten. We gaan iets afspreken van nu. Vanaf nu gaan alle kindertjes over. En weet je waarom? Als je niet overgaat, kost je mama heel veel geld. Want dan moet ze natuurlijk weer busgeld voor je betalen. Ze moet weer zorgen dat je je broodje hebt om mee naar school te nemen. En vooral de moeders die er alleen voor staan. Dus kinderen, ik wil een beroep op jullie doen. Doen jullie je best. Gaan we dat afspreken? Ja, ik hoor jullie niet. Oké, schatjes. Voor de rest van de dag wens ik jullie een hele fijne tijd. Geniet van je vakantie. En ook namens de president. Een prettige, prettige vakantie verder. En als het school begint, gaan we er niet meer aan. Dank je wel.